Personeelsleden van diverse ziekenhuizen zijn in onzekerheid omdat de uitbetaling van de salarissen en vakantiegelden niet gegarandeerd is. Het Jaconijzenhuis en het Sint-Vincentius ziekenhuis hebben daarom vanmorgen een prikactie gehouden, terwijl de bond bij het Slandse hospitaal het werk heeft neergelegd. Rudy IJspol, bestuurslid van de bond bij het Jaconijzenhuis, zegt dat het personeel het moeilijk heeft, vooral in deze COVID-crisis. Hij wijst erop dat het verplegend personeel, dat ook risico loopt, zich inzet voor de COVID-patiënten. Nu zij hun salaris moeten ontvangen, wordt er niet meer aan hen gedacht, zegt IJspol. Volgens hem zijn de salarissen van het Jaconijzenhuis pas vandaag veiliggesteld. In directie moet ik ook eerlijk zijn, die heeft kunst- en vliegwerk gedaan om toch ten bijkans de 11e uur ons salaris en café te storten. Zij hebben ook aangegeven van, maar als, het vakantiegeld hebben ze nog niet, want de overheid komt nog niet over de brug. RKZ, naar onze informatie, luidt dat zij niet deze salaris hebben gehad. En dan zeggen van nee. Ik weet niet welk moment het wel waarmee we rekening zouden kunnen houden van oké, onze salaris zou een dagje later uitbetaald worden. Maar nu in deze situatie, we kunnen niet anders. Verder zegt IJspol dat de medewerkers gezond willen blijven, zodat zij de zieken kunnen verplegen. Daarom hoopt hij dat zaken snel rechtgetrokken worden, zodat de werknemers aanstaande maandag in alle rust hun werkzaamheden kunnen hervatten. We geloven niet dat de regering die er nu is, geen wijsheid zal gebruiken. Dus ik zie niet dat we maandag onze acties zullen moeten verscherpen. Ik geloof ook niet erin. Dus we gaan ervan uit. De voorzitter heeft via de pers ook al kenbaar gemaakt. En wij hebben ons ding gedaan. En dat moet al genoeg zijn voor onze regering om iets te gaan doen. Rudy IJspol, bestuurslid van de personeelsbond bij het Jaconijzenhuis, Slands Hospitaal, Sint-Vincentius Ziekenhuis. Zij zijn in onzekerheid omdat de salarissen en vakantiegeld over de maand juli niet gegarandeerd is.